Jongelui, welkom. Mag ik me even voorstellen, ik ben de burgemeester van... Loopt hij al? Oh. Pak jij weer? Bestella Pasta en Abel, hartelijk gefeliciteerd met je 12,5 jaar jubileum. We gaan gebak maken. Moeder, vet het op poezet! Akelige pest, vind ik. Nou heb je het al verraden. Nee, ik wil de kop. Zo belangrijk! Hoogst ik mijn handen zo! Jassepa! Hop! Joost, ik maak me een beetje zorgen over die vulling. Hoe krijgen we die nou stijf? Van Rossum, hoe krijgen we die vulling stijf? Met behangersplak. Dat vind ik wel lekker. Behangersplak? Maar dat is toch niet gezond en niet lekker en niet smakelijk? Oh nee, doe toch niet altijd zo bang, broek. De keuken is zo enorm veranderd tegenwoordig. Behangersplak heeft kracht! Het geeft kracht! Dit is lekker, pap. Die gaan we voelen. Zo. De bak voor hem kan eraf. Voorzichtig. Wacht, pap. Dan de topping er al op. Oh, man. Wat is dit? Dit is een lust voor het oog. Leuk stevig! Apart? Ja, tuurlijk! Abel is apart! 85, 86. Ja, die gaan we dus rondbrengen naar al jouw vrienden, Abelvrienden. Zodat we met z'n allen jouw 12,5 jaar jubileum kunnen vieren. Klopt! Lang leven Abel! Hoera! We hebben toch genoeg! Jongens, met welke camera beginnen we? Dames en heren, dit is het meubelnieuws van vandaag. Machinaal hout bewerken, slim aangepakt, ja, voorkomen. Deze camera 3. Want veel tillen en bukken kan slecht zijn voor de gezondheid. Nieuwe oplossingen voor het zware tilwerk van de houtbewerkers in de meubelindustrie. Na jaren van tillen met zware platen zijn er nu apparaten die dat werk een stuk lichter en eenvoudiger maken. En door de logistiek aan te pakken, wordt er een stuk efficiënter gewerkt. Attentie, over 3 seconden met een wijpie naar Sjaak. We schakelen nu over naar onze reporter ter plaatse. En gooi hem er maar in. Sjaak, je bent live. Jongens, hoeveel zijn we? We gaan zo de lucht in, ja? Ja, je bent al in de lucht. Sjaak, je bent live nu. De truurbouwers die staan... Dat je vaak staat hier een beetje in de zware plaatmaterialen gebruiken voor het maken van hun interieur op maat. Om de lichamelijke belasting nou zoveel mogelijk te beperken, maken de medewerkers van dit interieurbedrijf nu gebruik van een zogenaamd vacuumhefsysteem. Zeg maar een soort superstofzuiger die een grote houten plaat in een handomdraai kan optillen en kan verplaatsen. Deze machine in combinatie met een slimme logistiek maakt het werk een stuk lichter en aangenamer, zou ik zeggen. Ik ging voor meubelnieuws op onderzoek uit en maakte er nu volgende rapportage. Wat? Rapportage? Ja. Zei ik rapportage? Nee, zei rapportage, ja. Het is toch reportage? Het is reportage, ja. Kan ik het nog een keer doen? Hij zei rapportage, nee. Ja. Is dit live? Dit is live, ja. We leven vandaag in het Europese jaar van veilig onderhoud. En morgen ook, en volgend jaar trouwens ook. Want het is een 2 jaar durende campagne georganiseerd door het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Ik ben zo benieuwd of Jan met de pet of Jannie met de pet of misschien wel Jan of Jannie met de helm, wat die nou doen aan veilig onderhoud. Dus ik heb een klein veldonderzoek gedaan. Ja, wat is nu de conclusie van mijn mini-mini onderzoekje, zou ik maar zeggen. Ja, Nederland doet wel degelijk aan onderhoud. En voor de een ziet dat er anders uit dan voor de ander. Maar op Europees niveau spelen we niet echt de Champions League, zou ik maar zeggen. Wil je miljonair worden? Of een relatie met een happy end? Of wil je gewoon heel erg gelukkig worden? Dat kan. Je moet alleen het geheim kennen. Wat is dit geheim dan wel? Het geheim is The Secret. In dit boek draait alles om de wet van de aantrekkingskracht. Het komt erop neer dat je alles krijgt wat je wilt als je er maar op instelt. Je moet je erop concentreren. Je moet erin geloven, zonder twijfel. Dan komt het vanzelf naar je toe. Let op nu. Pen en papier erbij.
De drie belangrijkste to-do's uit The Secret. 1. Denk goed na wat je wilt. Schrijf het op. Herschrijf en herschrijf het, zodat het bijna echt wordt. 2. Visualiseer wat je wilt. En denk niet dat je in de toekomst een vrouw of een huis hebt, maar fantaseer erover dat je die nu al hebt. Waar ben je? Hoe zie je eruit? Hoe ziet zij eruit? En hoe voel je je nu je grootste droom leeft? 3. Maak er tenslotte iets moois van. Een tekening of een fotocollage en hang het op de ijskast. Vooral natuurlijk als je dunner wil worden. De baas van deze mooie zaak. 50 chauffeurs hebben rondrijden hier 24/7. Kriskras door de Benelux. Eigen werkplaats. Ja, daar sta ik dus alweer 6 jaar. John, Teun, waar gaat het eigenlijk over? O, ja, ik ben Remco dus. Ja, dat is Remco dus. En Remco, dit gaat over green driver zijn, ja? Dat goed is voor onze planeet. Goed voor onze planeet, ja, maar reet. Sta hier nou nog? Je zou het dossier toch zoeken? Let maar niet op hem, hoor. Hij is mijn assistent. Heeft u het potje meegenomen? Beetje troebel, licht bezinksel, kleur oké. Ga ik hier ook halen? Ga maar even tegen de muur staan. Zeg eens... Karma. Karma. Waar blijft dat dossier? Ja, is heel interessant leren kennen. Ik verwijs je graag door naar een van onze echte specialisten. Dankjewel. Succes ermee, hè. Heb je vrienden, kennissen, buren, familie misschien? Een tante of een nicht of misschien wel een oom? Nou, laat mij maar even. Heb je misschien vrienden die je graag door mij wil laten onderzoeken? Nou, klikken de klak op de knop. En ze komen naar me toe. Nou, is dat nou zo moeilijk? Ik heb helemaal geen vrienden. Nou, dat is mijn probleem toch niet en hun probleem al helemaal niet. Dag! Ik ga afsluiten, hoor. Jongelui, welkom. Mag ik me even voorstellen, ik ben de burgemeester van... Loopt hij al? Oh. Hallo, jongelui. Welkom in Madurodam. Ik zal me even aan jullie voorstellen... Ik ben de burgemeester van Democracity. En mijn naam is Dirk-Jan Ducaat. Maar ik zeg zelf liever DJ Ducaat. DJ Ducaat dus. Jullie denken bij een burgemeester natuurlijk aan een saaie, brave lintendoorknipper. Ik als burgemeester zorg dat alles in onze mooie stad op rolletjes loopt. En dat doe ik niet alleen. Samen met de wethouders... En de gemeenteraad maken we plannen en die voeren we uit. Willen we een zwembad? Ik ben voor. Mogen we bouwen of juist niet? Ik ben voor. En als er gebouwd mag worden, wat bouwen we daar dan? Huizen, flats of een fabriek? Tegen. Oh, dank je. De gemeenteraad stemt over de plannen en de wethouders voeren ze uit. En ik? Ik leid de vergadering. Ik mag mijn handtekening zetten. Voilà. Zo. En is nu de beurt aan jullie, jongelui. Jullie mogen Democracity gaan bouwen. Jullie worden de gemeenteraad. En jullie gaan beslissen of er gebouwen gebouwd mogen worden en waar die moeten komen te staan. Jullie moeten samenwerken, samen overleggen, samen kiezen en samen beslissen. Want dat is democratie. Samen. Meeste foto's, bouwtekeningen, uitzoekwerk. Intensieve communicatie met onderaannemers en leveranciers. En dan maar hopen dat iedereen snapt wat er moet gebeuren en op tijd in actie komt. Maar nu is er Snagger op de knop. En de onderaannemer stuurt vervolgens de juiste persoon om het probleem op te lossen. Hoera! En dat betekent nooit meer onduidelijke communicatie, bergen papier of eindeloos zoekwerk. Iedereen tevreden, opdrachtgever... Projectteam, onderaannemer, kortom, alle betrokkenen.